De voetballers spelen zonder hun prothese, maar zelfs op één been en met krukken zijn ze razendsnel. De spelers hebben duidelijk wat te bewijzen tijdens deze eerste interland tegen Oranje. Maar we zitten serieus opgebrand door toch iets te laten zien aan de wereld dat dat toch mogelijk is in feite, voetbal te spelen op één been. Het is misschien een raar beeld, een raar combinatie, maar het is wel te doen, zeker en vast. De score gaat gelijk op, maar bij 3-3 raken de gemoederen flink verhit na de zoveelste overtreding. Eigenlijk mogen de spelers elkaars krukken niet raken, maar daar wordt meermaals tegen gezondigd. Als ook de supporters het veld bestormen, loopt de eerste interland compleet uit de hand. Ik vond dat we vrij goed bezig waren. Een beetje beginnersfoutjes, maar eigenlijk al bij al mogen we zeker niet klagen. Het was een plezante geluid. Een paar incidenten die er eigenlijk niet mochten geweest hebben, maar eigenlijk voor de rest was het, ja, was het vrij plezant aan het komen. Maar ja, zeker op het laatste, we werden altijd maar sterker en sterker, zowel fysiek als technisch. Ja, Holland die een beetje agressief reageerde omdat daar een fout gebeurd was. En het is jammer dat het zo moet eindigen voor een interland vriendenmatch. Het is jammer, maar ik ga er niet verder op commentaar op geven. De scheidsrechter moet noodgedwongen voor tijd afluiten. De wedstrijd eindigt dus onbeslist. En dat terwijl België gehoopt had om op één been te winnen van Oranje.